laatste game in dit DCS Amsterdam Oracle. It's just past 11 o'clock. We are running to a very fast time here in Amsterdam. Het is Kechabe from Ethiopia in front with about 10 meters behind him. Dressed, and we can hear the helicopter. Het is de man in het geel die zo dadelijk deze man op gaat komen op de eerste rij. Hier kijken we de tijdklok. Hier komen de lopers. Daar gaan we vandaan te willen, dames en heren. Daar is onze camera-auto. De Kies is op het parcours. En van het parcours af. Die heeft een mooie plaatje gemaakt. Daar is de wedstrijdleiding. En daar komen de atleten 2022 in de TCS Amsterdam Marathon. Amsterdam, laat je horen voor de koplopers hier in Amsterdam. En wat gaat hij snel zeggen? Wat gaat dat hard hier zo? Op die laatste meters. Dat is Zatzimmer Vrij. Dat is Sigai Ketasio. Dan hebben we Kiep Hoedro. Dan hebben we Asmari. Daar is je Asmari. En we hebben Kiep. Dan hebben we Kiepro. Die overgaat naar de kies. En dat was tijd van de worden. Dan hebben we nog drie Syriën Hoedro. De winnaar van de Kiep van Hamburg. Robert Egan met de nummer 7 is het Robert Egan uit Ethiopië. Dan hebben we Daan Corier. Dan hebben we Ariel Mamo. Dan hebben we dus in de laatste week dat nog wel tijd voor ons op de parcoursrecord. De parcoursrecord dat we halen niet meer. We zitten op 2.04.30 in de laatste kop. De laatste kop van deze Ethiopië. En hij is onderweg richting zijn finish. 2.04. Wat wordt het? 2.04. 48. 2.04.48. Op deze tijd inderdaad. En door. Alles voor de wind zijn voor de seconds. Eerste lijst van af, eerste volgende loper, nummer 15, Jos van Hoyt. Jos van Hoyt van Kenia, nummer 13. Nummer 15, Brussel West of Toen, over 7. Die gaan we weg naar de persoonlijke toren. De winnaars komen over de finish. De winnaars hebben de vanavond uit. En er komen nog veel en veel meer vandaag aan de TCS Amsterdam Marathon Lopers. Dit zijn de absolute wereldelite die wij in de buurt van het komen. Monumenta, Aceta, Ethiopia, First Marathon. De strijd bij het landschap van Amsterdam Marathon Lopers is wel niet zo goed. De regerende kampioen is onderweg in de laatste kilometer en de grote camera van de NOS. Ja, goed is onderweg Bert. Ja, ik zie hem aankomen daar in het oranje. En dan ziet er al goed uit bij Kalinische Goed aangeven. Hier komt Kalinische Goed in die laatste mooie meters in de richting van het Olympisch Stadion. En die gaat nog even dat schepen hier zegt in die laatste mooie stadion. En wat een tempo nog! Ja, hij had een persoonlijk record op 10 keer aanzetten. En dat is onderweg richting het Olympisch Stadion. Nog nu de marathon voor het onderdoor. Hij gaat in ieder geval Nederlands kampioen worden. From New Zealand, duizend, en hij is met het publiek op. Kom op, kom op, een grote glimlach op zijn gezicht. Van de stap naar 24, Khalid Shakoud. 2-0-9-34. Nieuw persoonlijke markt voor Khalid Shakoud hier.
denk dat de wisselstand even zo slecht nog niet zijn. Als je 2-0-9 van 1991 en Almas Ayama is de gouden medailles bij de Olympische Spelen op de 10.000 meter van Rio de Janeiro. Daar is al een veranderd van in Amsterdam. Dus Almas Ayama, de gouden medailles van Rio de Janeiro op de 10 kilometer in haar debuutmarathon. Gaat zo kijken naar een hele mooie tijd. We are expecting in a few moments Almas Ayama. De nummer 2 in de strijd. 2 uur en 13 minuten, 2 hours, 13 minutes. The final 1K voor de. Hier komt de nummer 2 bij de Nederlandse kampioenschap. Lucas Nieuwenboer, Lucas. Lucas gaat op weg naar de tweede plaats bij de Nederlandse kampioenschap. Lucas Nieuwenboer, een prachtige voorsprong hier als hij op weg gaat naar de Olympische Toren, naar het Olympische Stadion. En daar is de helikopter, daar zit de nummer 1 bij de dames. Almas Ayama, Olympic Gold 2016. Hier komt de nummer 3, de derde plaats bij de Nederlandse kampioenschappen marathon. En dan nog even een klein stukje voor de laatste kamer. Het inloopje. En dat is vandaag bij het Elfmoment. Het is DCS Amsterdam Marathon. 3:40 Almas Ayama. Oh, wat mooi. Almas Ayama. Wat een power. Met die kleine beentjes. Zo. Uit Rotterdam en Hugo
Hugo uit Frankrijk. Amerika, Cooper Roach. En we wachten op de eerste dame. Balun, goed zo. Het Nederlands kampioenschap, we krijgen voorbij schitterende posturen. De eerste in België. Onderweg naar het podium. Met de Indie Bonbon.